Hoi, Simon. Mm. Weet je niks meer over Suzanne? Jee, wat zie jij eruit, zeg. Is er wat gebeurd? Ik ben de hele middag bij Laura geweest. Helemaal mis met hem. We hebben van Masterbroek gehoord dat een proces over het vaderschap van Lotje geen zin heeft. Dat we niet kunnen winnen. En eerlijk gezegd, ik ben al aan het idee en het wennen dat het beter op kan geven. Hoe nam zij het op? Slechter kan niet. Ze viel flauw. Toen ze weer bij kwam, was ze helemaal in de war. Het leek wel of ze de boodschap van Masterbroek niet gehoord had. Ze bleef me herhalen dat we door moesten gaan. Dat het proces wel zouden winnen. Ze sluit zich af voor het slechte nieuws. Ze wil het niet horen. Nou ben ik bang dat ze een ander advocaat gaat zoeken. En als die hetzelfde zegt als Masterbroek, weer een ander. Terwijl we niet kunnen winnen. Bovendien, Joyce kan het niet betalen. Realiseert ze zich dat? Het interesseert haar, geloof ik niet. Het spijt me zo dat ik haar hierin gestimuleerd heb. En voor wat? Een idee fix toch? Dat Lotje mijn dochter zou kunnen zijn. Ik ga wel eventjes bij haar langs. Misschien helpt het als ik met haar praat. Oké. Er moet iets gebeuren. Trouwens, ik kom niet over Laura praten. Het gaat over Suzanne. Weet je iets meer? Ja, ik ben met Frits langs geweest. En het toeval wilde dat Martine bij hem was. Ik weet zeker dat zij er meer van weten. Ik heb gedreigd naar de politie te gaan. Nou, ik weet niet of dat veel uitmaakt. Nou, waarom niet? Ik wil wel eens zien of Martine bluft. En ik vind het echt niet erg om op mijn bek te gaan. Weet je, ik heb Suzanne gezien. 100% zeker. Laten we dan de politie bellen. Nou, ik heb erover nagedacht, hè. Zou het niet zo kunnen zijn dat Martine iets weet van Suzanne? Ik bedoel van vroeger. Waarvoor ze nu nog gepakt zou kunnen worden. Weet je dat dat mogelijk is na zo'n lange tijd? Ik weet het niet. Ik ben het met je eens, er moet iets gebeuren. Maar we kunnen nog niet de politie bellen. Hoe laat zou ze hier zijn? 8:30. Nu dus. Het is tijd. Hoogendorp. Ik denk dat wij nog eens moeten praten. Je komt bijzonder ongelegen, jongen. Wel een andere keer graag. Nee, nu! Om je te arresteren. Je denkt toch niet dat je ongestraft kunt worden?